Burgerinitiatief. En Willem Rieling gaat u vertellen over het Europees Burgerinitiatief. Wat volgende week start, we moeten een miljoen handtekeningen verzamelen om Europa wakker te schudden en het basisinkomen op Europees niveau voor elkaar te krijgen. Willem. Het is natuurlijk fantastisch dat zoveel sprekers uit verschillende organisaties pleiten voor basisinkomen. Nog dichterbij kantelen dat het beter is dat het vastgehouden wordt, zo is het. Het is zo dat gisteren is bekendgemaakt dat er wereldwijd 146 organisaties zich willen inzetten om het basisinkomen te realiseren uit 57 landen. We zijn net begonnen om mondiaal gesproken, ook Europees breed, alle organisaties die zich daarvoor inzetten, om die te verenigen om met datzelfde doel. Maar hoe komt het toch dat er al eeuwenlang gesproken wordt en vele pilots gedaan zijn en zoveel onderzoeksresultaten al bekend zijn, maar regerende politieke partijen het maar niet willen oppakken? En dat terwijl het inmiddels een open deur is. En Piketty heeft dat nog eens extra duidelijk gemaakt. De rijken worden rijker en de armen worden armer. In Europa hebben alle nationale organisaties voor basisinkomen zich met succes hard gemaakt voor een burgerinitiatief. Om dat van de grond te tillen, om Brussel aan het werk te zetten en te laten uitzoeken wat nodig is om het basisinkomen te realiseren. Het is natuurlijk heel belangrijk, want iedereen heeft het erover. De argumenten zijn overduidelijk. Elke spreker noemt ze nog een keer op. Wij weten waar het over gaat. Belangrijk is dat er nu een concrete stap gezet zou kunnen gaan worden die ook daadwerkelijk tot realisatie leidt. En we zullen Brussel dus moeten laten zien dat het basisinkomen eraan komt. En alle hoofdsteden van de EU, dat daar gepraat moet gaan worden over op welke manier het basisinkomen in elk land gerealiseerd kan worden. Daarvoor hebben jullie hulp nodig. Daarvoor moet iedereen een handtekening zetten, want vanaf volgende week gaan wij een jaar lang minimaal 1 miljoen handtekeningen verzamelen. En dat wordt aangeboden aan Brussel en zij kunnen dan niet langer om burgerinitiatieven meer heen. Dat is wat we willen doen. Ik heb een heel klein spandoekje, een eerste nog maar. We gaan nog een jaar verder. ECI, en dat staat voor European Citizen Initiative, ECI-UBI.EU. Ga daar naartoe vanaf volgende week. Dan gaan we los een jaar lang. Dank u wel. Dank u wel, Willem. Ja, dus help ons om die handtekeningen te verzamelen. Want als we 10 miljoen handtekeningen hebben, dan wordt Europa pas echt wakker. Ja, we moeten er minimaal 1 miljoen hebben om het erdoor te krijgen. Maar het mogen er natuurlijk veel meer zijn. Dan, als ik voor mezelf spreek, ik vind basisinkomen zo fantastisch. Ik ga net zo lang door totdat het er is. En ik heb nog iemand die dat zal doen. En dat is Alexander de Roo. Hij heeft in de jaren 80 van de vorige eeuw het BIEN opgericht, met er nog een aantal anderen. Toen heette het nog Basic Income European Network. Inmiddels is het een Earth Network. Al 40 jaar is deze man bezig bijna met rondom het basisinkomen. Alexander, hoe dichtbij zijn we? Hoi allemaal. We zijn heel dichtbij. In Duitsland krijgen 120 mensen een basisinkomen privé gefinancierd. Er zijn 2 miljoen Duitsers die in aanmerking willen komen. Zo leeft het. Vandaag, op deze dag, worden er 40 steden wereldwijd gedemonstreerd voor het basisinkomen. De regerende partijen in Canada van meneer Trudeau gaan in november bespreken of ze het in hun programma gaan zetten. Het gaat vooruit. We hebben genoeg gehoord over de verkiezingen. Ik denk dat er zo langzamerhand echt wat aan het veranderen is. Ik heb gehoord dat de VVD overweegt om ook à la D66 een soort negatieve inkomstenbelasting in te gaan zetten in het programma. Een soort basisinkomen van rechts noemen we dat altijd. Als dat gebeurt, dan gaat het echt gebeuren. Het gaat ook gebeuren als D66 en GroenLinks samen eraan vasthouden. Het gaat ook gebeuren als de minderheid in de PvdA eindelijk een meerderheid wordt. En als het aan de leden ligt, dan gaat het gebeuren.
ruim 50% van de kiezers van de PvdA die willen basisinkomen. Slechts een kwart is er tegen. Dat gaan we Lodewijk Asscher aan zijn verstand brengen. Met jullie samen. We gaan net zo lang door tot het basisinkomen is. Ik heb nog een jaar of 30 te gaan. Dus het gaat lukken. Het was een leuke demonstratie. Dank dat jullie allemaal kwamen. Een huishoudelijke mededeling. Graag dat jullie de tasjes meenemen naar huis waar je op staat of waar je in de buurt van staat. Dat we geen afval achterlaten. We gaan net zo lang door tot het lukt. En deze verkiezingen gaan echt spannend worden. Dank jullie allemaal en wel thuis. Thank you.